natuur is wettig, hè? Ja, het is echt heel zwaar. En op werk gaat het beter, op school alles. En mensen! Dus ja, nummers 50 tot en met 59. Een voorsprong van 15 seconden op twee achtervolgers.
en 20 seconden op het peloton. 13 seconden en op het peloton 20 seconden. Ze komen dichterbij. Verschil tussen de koplopers en de drie achtervolgers. 10 seconden. Peloton nog 1 tot 20 seconden. Maar het peloton komt rap naderbij. De kopgroep wordt niet eendrachtig samengewerkt. Ze zijn het niet helemaal eens, de heren. Kom maar! 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 Kom maar!
Goeree, die ik ook zie tegelijk zijn statiekanten, volgen nu ook kan zeggen dat zijn broer Nederland kampioen is geworden. Hier is Ricky Gieskens, in mijn ogen de grote favoriet. Hij heeft het al net niet gehad, maar dit is zijn manier om al in over de streep te komen. Geweldig in de sportman, Ricky Gieskens. En wat hij zomaar komt, dat hij wel bedankt is. Dat is een gemeenschappelijk slopenbedrijf die al die mannen gesloopt heeft. En die ene factor rekenen, Niels, en die andere factor rekenen, Rick Goeree. En daar komt hij als vierde man. Net naast de podium. Achter Rick Goeree, de andere rekenen. Wat zei Rick? We gaan de volgende mannen meekrijgen. Vanaf de vijfde plaats in de wedstrijd. Ja, keurig, netjes zeggen inderdaad. Vijfde man in de koers. Rutger. Daar is Marnix van Ark. Dan zien we namen de komt in de derde minuut op de herenplaatsen. Meer is er niet. Maar altijd mooi om een kampioen zo van Nederland tot de laatste toe. Weet je het niet doen. Hier zijn die mannen binnen. Geweldig geleden hier. Geweldig geleden. Nee, Sam! Nou, we hebben ze absoluut een applaus, dames en heren, als ze op in de streep komen. Thijs de Lange is binnen, toch net uit de streep, 20.000 van de mannen achter. En hier is Demi Schouten, meneer Veerrug, en we doen niet mee, komt niet op de uitslagenlijst voor. Maar laten we de binnenkomst krijgen van de tunnelbond. Dat op dit moment nog wat van Brokkel hier binnenkomt. Maar wat over niet andere lange tijd dus gaat afsprinten. Nou, houdt u de weg zo breed mogelijk alsjeblieft. Houdt u de weg zo breed mogelijk. Want ondanks dat ze hier voor de eerste plaats spreken, komt er een hele ruimte op ons af. Dylan. En dat zal gebeuren door burgemeester Marco Oud van de gemeente Borgen-Odoorn. En als je dat aan je eigen inwoner kunt doen, dan is dat natuurlijk een heel bijzonder moment. Maar ook het moment natuurlijk voor Niels zelf, die nu eindelijk eens de bevestiging krijgt dat hij een ongelooflijk goede coureur is. De felicitaties van Marco voor ook weer de andere mannen. Het rood-wit-blauw staat hem geweldig! Kijk, de zoenen voor Niels Goeree, de nieuwe Nederlandse kampioen. De roemen voor Marijn Koornevaart, de nummer 2 in de wedstrijd. En de bloemen voor Nicky Kruiskens, de nummer 3.
Nicky Gieten. Een prachtig trio. En een zeer terecht applaus voor een van de allermooiste junioren kampioenschappen van de laatste jaren. Wat is het gewikkeld, wat is het gestreden vandaag. En dit waren de sterkste drie. Er zitten natuurlijk die mannen die natuurlijk toch tevreden zijn. Al is het voor Marijn natuurlijk nog even moeilijk. Dat niet hij. Maar, ja, dat is een sandwich kus. Dat is leuk. Om met jou te beginnen. Je gaat naar de finish. Je hebt een fantastische koers al achter de rug. En dan moet het gebeuren. Dan gaat het mis. Wat voor gevoel heeft dat? Ja, dat is natuurlijk ontzettend baal. Maar... Niels heeft een laatste goede sprint, dus het is gewoon ook heel moeilijk geworden. En ik wou het wel op het kant van gewoon proberen, stap in de wiel. En ja, ik kwam er overheen. En ja, ik kwam niet echt bij, dus vanmorgen. En dan houd ik op en dan kun je alleen maar terugkijken op een fantastische wedstrijd. Ja, zeker. Aan het begin voelde ik me super en later in de wedstrijd steeds beter. En toen reed je weg met een groepje of acht man en toen reed ik en Niels later weg en het rijden super goed staan en ja, toen werd het gewoon een eindsprint. Er is nog niks verloren, want het seizoen is al vast. Alleen de Nederlandse titel, ja, die blijft wel, die blijft niet. Ja, die blijft niet. Oké, gefeliciteerd met een fantastische tweede plaats. Nicky, komt zo bij jou hoor. Ja, we hebben voor de tijd al even gepraat. Altijd vrolijk, altijd de sport op de enige juiste manier belevend. Altijd enthousiast en fantastisch kunnen fietsen. Ja, inderdaad, het was. Ja, dit had niet durven komen op deze manier. En dan binnen twee weken, vandaag moet ik er staan. En ik sta er eigenlijk. Ik begon pas vorige week echt goed te draaien. Met de tweede plaats in de omloop van de Maasvallei. Zondag in de tijd dat ik in Montferland was het brandhout. Ja, dat was helemaal op. Ja, maar dat is wel een beetje lang. Als je dan die Maasvallei net in de benen hebt, dan is dat natuurlijk ook logisch. En jij legt je daar niet bij neer, je gaat gewoon tegen. Ja, ja, inderdaad. Het is nou wel, ja, ik ga dan enthousiast over de finish. Het is wel mijn tiende podiumplek, maar nog geen enkele eerste. Dus aan de andere kant is het ook wel een beetje balen hoor. Maar ja, komt wel. Maar dat moet ook, hè? Dat moet, anders ben je geen sportman. Nee, ja, dat komt goed, ja. Het is positief balen. Ja, inderdaad. Oké, okay, dankjewel. Nicky Gieskens. En dan komen we naar voren, Niels. Want nu kunnen we jouw verhaal van die wedstrijd natuurlijk wel eens horen. Kampioen van Nederland. Met goed. Ja, goed. Ja, super. Ja, super. Wat ging het vaak mis in de beslissende fases? Wat heb je eigenlijk relatief weinig overwinningen naar de enorme klasse die je hebt? En altijd was er wel een ander die net iets eerder reageerde, of die net iets eerder zijn wiel op de steen. Want je werd je daar niet eens moedeloos van. Nou, nee, eigenlijk niet, want ja, dan was ik gewoon niet de sterkste. Ja, dat is natuurlijk ook een hele logische redenering. Zo kun je het natuurlijk ook uitleggen. Ja, klopt. En ja, ik vond de vorige tijd ook super. En nou, voor Bartje was natuurlijk ook een hele mooie kwestie om te winnen. Ik heb bij jou ook een beetje de knop opgezet van, ik kon ook die wedstrijden winnen. Ja, op zich kan ik het natuurlijk wel. Maar er zijn natuurlijk altijd sterke jongens bij. Er zijn ook slimme jongens bij. Daar moet je net even op kunnen. Het was vandaag slopend bedrijf onderin uit Borgen, hè? Want we knalden er een beetje bij. Ja, ik had het eigenlijk ook niet verwacht. Ik wist dat ik goed zou zijn. En zo'n week trainen en reed je ook gewoon super. En ja, we hadden ook tegen elkaar gezegd van we verwachten er niks van en we gaan met deze koers en dan zien we het wel. Maar het is nu zo dat de anderen het gezien hebben. Ja, klopt. Maar ja, we reden direct met elkaar en toen voelde het ook direct wel goed. En toen we met z'n tweetjes reden, toen wisten we wel dat het kansloos was, want heel peloton zat achter ons aan. Maar dacht van, we rijden wel. Het was wel het moment in de wedstrijd eigenlijk, hè? Brutaal werd gewoon met je beiden weer wegrijden. Ja, klopt. Het was denk ik ook wel een goede keuze geweest om gewoon door te rijden. En toen kwamen er twee achterop en toen zijn we ook gewoon door blijven rijden. Ja, toen kwamen we nog met een groepje en ja, toen wisten we dat we los waren. Toen gingen we de laatste ronde in en toen brak het weer. En Marijn reed op kop en ik ging overheen heen. En ik zei, doe maar, ga maar. Dus we reden ons tweetjes weg. En toen wist ik ook dat ik voor me af zou stoppen. En toen wist ik ook wel dat mij sterk was en dat ik daarop moest wachten. En ik had niet verwacht dat ik zo sterk zou zijn in de sprint. Maar... Bij het voetbal heb je vaak de 13e man, hè? Die zit op de 12e man, die zit op de tribune.
Heb je hier ook het gevoel gehad van de tweede man die aan de kant staat, de aanmoediging? Ja, ik voelde dat tenminste, ja. Toen ik hier vroeg, wie zijn je supporters van Korenvaart, toen ging ik er bescheiden gejuich op. Het kan natuurlijk ook niet anders, die mensen moeten hier, die hebben natuurlijk niet het aantal supporters bij. Toen ik vroeg wie je supporter van Goree, werd hier, nou werd het bijna afgebroken. Superman. Ja. Geweldig gedaan, Lid. En fantastisch gefeliciteerd. En met jou feliciteer ik ook Rick een beetje. Want het is geweldig voor jullie dat je bij hem hebben gedaan. En hoe fantastisch jij het afgemaakt hebt. Geef hem nog maar een applaus, Borger. Oké. Zo, wij gaan ons opmaken voor de volgende dingen. Geweldige mooie kampioen uit Borger. De gemeente waar ook Exlo onder valt.